afgelopen dagen heb ik alleen maar Bendy gespeeld. We gaan deze hele game in één keer uitspelen. Het gaat een lange video worden. Hopelijk heeft je er zin in. Smash op het duimpje omhoog als jullie vaak zulke video's willen. Veel plezier met het kijken naar Bendy and the Dark Revival. Dat is echt een lange zit, oké? Ik ben echt... Ik zat... Yo, Bendy. Kunnen we onszelf upgraden later ook nog? Oké, maar open dit. Oh my god, wat ben jij? Wat de hel was dat? Gaat dat ding ons attacken? Oh my... Kunnen we hier wat eten halen? Oeh, donuts? Sure, kom maar op met die donuts. Hé, hey, weer gympads. Ik weet niet wat je daarmee kan, maar ik neem gewoon alles mee. Waarschijnlijk hebben we een hamer nodig om dit open te slaan. Dus iets in die richting. Laten we gewoon niet alles openen. Deze deur is op slot. Dus kunnen we hier wat vinden? Ik zie daar wel een papiertje. Dus daar moeten we sowieso straks heen. Hier is weer zo'n muur die we kunnen kapot slaan. Is hier wat achter te vinden? Hallo? En we hebben weer een sleutel nodig. Oké, dat komt... Locked again? Oh! This is getting... Oké, de sleutel is afgebroken. Cringe hoor, breek de klok. Ja, nu moeten we zeker wel epic zijn, hè? Audrey, it's Alice. Oh. Can you hear me? Ja, ik hoor je. Audrey? Oh, I'm so glad you're all right. Alice, I think you and I have very different definitions of all right. Ja, wij hebben alle... Wij zijn in een random apartment. It's locked up tight. Good. That means you're heading up. Good. Look for anything you can use to break in. Oké. There's a gent pipe nearby. Oh! What was that? There's something in here. Er is hier iets. Find that gent pipe. Oké, we moeten een pijpje vinden. Oké, waar gaan we een pijp vinden? Wat gebeurt er? Oh god, wat is dat? We worden random getagd door iets. Ja, maar nu heb ik pijn. Dat vind ik echt heel vervelend, hoor. Waar gaan wij nou weer een genpipe vinden dan? Oké, wat is dat daar? Oh my god. Oh, daar is de pijp die we moeten hebben. Way too dark in there. Need to get the lights working first. Nu moeten we zeker het licht aandoen. Oké, restore the power. En waar gaan we dat doen? I don't know, misschien. Er is er iemand. Oké, blijf stilstaan. Blijf stilstaan. Oké, we moeten stealth zijn, oké? We moeten kruipen. Oh, hey. En wij gaan gewoon hier naartoe. Want wij zijn zo goed. En jou hoor, sick. Kunnen we deze deur? Oh, hey, Bendy! Domme, moeten we weer een fuse vinden. Find the fuse. Ze maken het zo lastig voor me. Kunnen we deze stinkdeur openen? Nee. Bendy! Voor mij zie ik daar de fuse gewoon letterlijk liggen. Pak het. Pak het! Goed zo. Oh, dat is een batterij? Ik denk niet dat dat een fuse is. Oh, hij komt deze kant op. Hij komt deze kant op. Oh nee, kunnen we hierin verstoppen? Eeuw. Oké, nu gaan we gewoon langslopen. YOLO! YOLO, ze zijn toch achterlijk. Jongens, ik ben erachter gekomen, ik ben zo big brain. Hier ligt gewoon random een fuse in een stukje taart. Happy birthday to me. Oh god! Oh! Oké, hij heeft me ook gezien. Oh, nee. Oké, waarschijnlijk kunnen ze niet crouchen. Waarschijnlijk kunnen ze niet crouchen, toch? En, alles staat nu aan. Kunnen we hier gewoon langslopen? Zijn we sneller dan hem hier? Bendy! Hoe komen wij hier? Ik zie daar wel een deur, dus we moeten denk ik een... Maar we hadden iets van een sleutel nodig. Want deze deur kunnen we niet openen. Moeten we hier ergens door een vent heen? Moeten we hier doorheen? Oh, hier is gewoon een deur. Oké. Shut up! Trek het eruit. At least now I can defend myself. Yeah, we kunnen onszelf nu beschermen. Nu kunnen we ons mappen. Oké. Oh god, waar kom jij en ik vandaan, vriend? Ga dood. Ga dood. Loot. En nu kunnen wij tenminste... Oh god! Oh god! Ah! Ik ben echt bijna dood. Please, geef me iets van eten. Oké, nu kunnen wij namelijk dit gewoon kapot slaan. Zeg dat hier iets van eten is. Bendy! Oh, nu kunnen we namelijk dit overhalen. En dan gaat dan weer een deur... Oh, Bendy! En dan gaat dan weer een deur open. Oh. Wat gebeurt er? Wij zijn nu één van jullie. Ik hoor een donkere... Een dark voice. Ah! Wat gebeurt er in vredesnaam hier? Zijn we nu een arm kwijt? Bendy, was jij dit, hè? Was jij dit? Ik vertrouw niks meer, hè? Hey! Oh my god. Heeft hij zichzelf in elkaar geslagen? Wat staat dat trouwens? Je hoeft mij niet te vermoorden. Oh, jawel! Vol! Oh god, wat gebeurt er weer? Wat gebeurt er? Hè? De powers van de ink zijn nu jouw command. Oké, we kunnen nu banish? Wat is dit voor ge... Oh, we hebben nu gekke superpowers. Ja, maar ik vind ze in elkaar slaan veel leuker. Ik ga liever mappen. Is er iemand die ik in elkaar kan mappen? En we slaan dit slot weer kapot. Kaboom! En we zien daar een lift naar boven. Oké. Bendy! Denk je dat we naar de andere kant kunnen springen? Geronimo! Ah, we worden tegengehouden. Ah, jammer, joh. Dat zou awesome zijn. Ah! Fucking booty gang! Oh my god, maar ze zijn zo sterk. Kan ik mezelf beschermen trouwens? Als ik dood ga, kom ik hier gewoon weer. Oké, dat is wel goed om te weten. Haha, ik ga je looten. Geef me eten. Nee? Bendy! Oh! Ik heb er iets in gedaan, maar ik weet niet wat. Nu moeten wij hier ook wat in doen. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Moet hier een huge ass batterij in? Ik denk het. Zit hier een huge ass batterij in? Ik zie dat we daar wel een lever hebben. Dus we moeten op een of andere manier hier komen. Hoe kan... Oeh, wacht. We kunnen dit random in één keer wel besturen. Oké. Nu hebben we dat gedaan. Nu kunnen wij dit zo openen. Hallo. Is dit een aangename verrassing? Oké, laten we dit overhalen. Oh. Oh god. Oh yeah. Oké, kom maar. Kom maar, vriend. Kom maar. Ik ben jou dood. Ik hoor in één keer wel fancy pants muziek. Ze houden van me. Wat is exchange? Oh, ik weet nu niet wat ik heb geopend. Maar nu hebben we een soort van collectkaart. Volgens mij kunnen we die dan hier indrukken als ik het goed heb. Oh, eten! Oh, zo kunnen we aan eten komen en al die dingen. Bendy! Oké, ik vind het hier een... beetje stil. Ik wil weten hoe de editing room is. Dat is mijn home place. Mijn crib. Mijn MTV crib. Oh my god, de editing room. Oh, dit is niet mijn plek. Nee, dit is niet mijn plek. Zo hang ik hier niet bij hoor, in mijn studio. What the hell? Oké, maar we moeten dus een manier vinden om de deur te openen. Maar ik zag hier wat in de... hallo? Kunnen we dit kapot slaan? Laten we even dit... Oh. Oeh. Ik had die hele studio toen niet hoeven doen, maar we doen het wel even mooi. Oké, we zien hier weer parts. Hé, deze kunnen we nu ook even overhalen. Wat hebben we nu geopend? Ik hoor een deur open gaan. Wat heb ik geopend, jongen? Oh, misschien de deur van de tours. Oké, deze... Oh! Zie ik dat Bendy bewegen? Oh, het is baby Bendy. Wat zit jij hier in de gevangenis? En hij beweegt, hij leeft. Oh, dat is zo wholesome en cute. Kijk hoe blij die is. Ja, hij leeft gewoon. Oh, kunnen we met hem praten? Bendy? Bendy? Je bent echt? Oh, this is amazing. Ja, hij is wel een beetje boven, maar kijk hoe wholesome dit is. Wij doen je niet pijn. Dat beloof ik. It's okay. Het is oké. Oh, kijk hoe cute. Oh! I won't hurt you. Oh! Hebben we hem wel pijn gedaan? Hij is nu aan het huilen! I promise! Bendy, kom terug! I'm so sorry! Het spijt me, Bendy! Oh, Bendy! Bendy! Oh, Bendy, kom je redden, Bendy! Bendy, ik kom eraan! Ik kom eraan, Bendy! Ben je hier? Oh, daar kunnen we niet naartoe! Bendy! Ha, ha. Kijk, die doe ik wel pijn. Don't knock, jawel. Who's out there? Is that you, Phil? Oh, God. I told you I'm not opening the door until you bring me my pictures. I drew them. I want them back. Oké. We gaan gewoon nog een keer aanbellen. Did you find them yet? Nee, we hebben hem nog niet gevonden. Oh, we moeten zo te zien een aantal fotootjes vinden. Heel maf. Boris, in de nuts. Ah, Bendy is nu bang voor ons. Oké, deze kunnen we nu namelijk openen. Wat kan er gebeuren? Oké, we openen de deur. Hallo? Dit ziet er vreemd uit, maar oké, het zal wel. Ha! Ik elke ochtend, iedereen. Elke avond, ochtend en middag. We moeten foto's vinden. De power behoort tot hem nu. Oké, hier kunnen we niet naartoe. Hé, is Bendy hier geweest? Bendy? Kunnen we hier doorheen spieken? Oké, we zijn nu gewoon verder. Laten we dit even overslaan. Wat gebeurt er? Waarom viel het stromen? De Ink Demon is voorbij in de buurt! Oh god, ik deed deze deur niet zelf open! Ziek? Is daar de Ink Demon? Een stem. Hij loopt weg! Ik zag daar de Ink Demon! Oké, nee! Ik heb geen geheimpjes! Bendy! Oh god, hij is hierin gegaan. Oh nee. Oh, waarom volgen we hem? Staat hij daar? Hoe mij staat hij? Ik ben Ronald! Ronald! Mijn naam is Ronald! Ink Demon! Oh god, er gaat straks iets gebeuren. Er gaat straks iets gebeuren. Oké, ik ga even hierin kijken. Oh, een eentje. Heel random. Picked up a memory. Oh. Oké, we gaan dit overhalen. Let's go. Oh. Oh, dat zit vast. Oh god, dat is de Ink Demon. Dat is de Ink Demon. Dat is de Ink Demon. Oh my god. Ren, wegwezen. Ren. Oké. Oh my god! Oh, dit is nu echt serious business, hè? Oh, we moeten rennen. Dit wordt de chase scene, of niet? Dit wordt de chase scene. De Ink Demon is in de buurt. Oh, fuck. Oh, fuck. Bendy! Oké, wat hebben we hier? We hebben hier een plaatje. Oké, ik heb een plaatje verzameld. Ja, daar hou ik wel van. Alles hier in elkaar slaan. Maar we zijn dus nu beland bij hoofdstuk 2 en we... Oké, Ink Demon. Oh, die heb ik niet gemist. Ben jij de Ink Demon? Ja, dat vroeg ik nou net. Dat vroeg ik net. Oh. Oh, dit is dus allemaal voor jou. Oh, ik ben hier geboren. Oh, als een kleine ukkepeuk. Oké, goed verhaal, jongens. Alice! Dit is op slot. Kunnen we dit kapot slaan? Het lijkt erop van niet. Wat ik trouwens hier wel zag, ik zag hier een vent. Hallo? Een plaatje. Hallo? Ink Demon is coming! Oh! Nu, ga erin! Ga erin, ga erin! Blijf, blijf, blijf! Oh, wat was dit voor fucking scam dan? Weer een plaatje. We hebben dit ook kapot geslagen. De Ink Demon is weer... komt weer... Waar moet ik heen? Oh god! Oké, laten we hierin verstoppen. Waar ben je, Ink Demon? Kom maar! Waarom voelt het een beetje als een scam? Alsof die er niet is. Ik denk dat we hierin moeten. Is hier een vent? Hoe kom... Boris, leg me even uit. Hoe kom ik bij je? 2 hours later. Hallo? Ik kan bij Boris komen! Yo, eindelijk fucking lukken, ouwe! Hier, pak het! Oh, Ink Demon is coming. Shit, shit, waar kan ik verstoppen? Waar kan ik verstoppen? Ah, waar kan ik verstoppen? Ah, what the hell? Wat eindelijk! Hey Boris, daar ben ik weer. Waar kunnen we hierin verstoppen? Oh, we konden hier gewoon in verstoppen? Really? Oké, we slaan dit ding even kapot. We pakken het laatste papiertje en dan gaan we hierin verstoppen. We hebben de Ink Demon gezien. Geen flauw idee waar die is, joh. Het is een beetje random of zo, want ik zie hem ook nergens lopen of wat dan ook. Okay, maar waar hadden we net al die dingen geplaatst dan? Het is allemaal zo vaag. Voor mij was dat deze... Voor mij deze kant op, right? En dan zijn we tenminste... Jawel, Ink Demon, ik kan... Oh, nee, je zal me niet vinden. Oké, nu dat we dit hebben gedaan... Oh god, dan! What the fuck, wat ben jij? Oh god, waarom word ik in één keer aangevallen dan? Oh god, ik schrok me kapot, vriend. In één keer werd ik aangevallen. Wat staat hier trouwens? Oké, nu dat we dit hebben gedaan... moeten we gewoon een manier vinden om hier weg te gaan. Oh, wacht eens even. Deze gast heeft hier gewoon een deur geopend. Oké, zeg dat we hier wat spannends kunnen vinden. Oeh, we zijn nu in de screening room storyboard, iedereen. Wauw! Wat kunnen we hier allemaal vinden? Er is hier niks te vinden. We kunnen hier wel verstoppen straks. Dus dat wordt weer... Ink Demon komt er straks weer aan. Laten we deze kant op gaan. Wat we hier allemaal kunnen vinden. Oh, we zien hier de Bendy. Baby Bendy. Die hebben we de vorige keer hadden gemapt, joh. Kunnen we hier naar binnen? Is op slot. Oké, hier kunnen we niet naar binnen. Maar ik zag dat we hier wel... Oeh, batterij. Ik zag dat we hier wel weer een vent in kunnen gaan. Met glijmiddel. En volgens mij komen we dan zo terecht bij de projector, als ik het goed heb. Dat is deze kant op. En kunnen we vanaf hier misschien de deur openen? Yes! Chips! Chain slide. Hier moeten we wat mee doen. Dus we moeten een bepaalde code vinden, blijkbaar. Maar we gaan eerst eventjes deze kant oplopen. Want blijkbaar... Oeh, nee, we moeten hier wel wat doen. We moeten... Wacht, was het niet 451? Misschien heb ik nu een deur geopend. 5-1. Oh, nee, hij komt weer! Hij komt weer! Oké, we konden hier verstoppen, toch? Ah, ik weet niet waar ik kan verstoppen! Hey, als de Ink Demon komt, heb je iets goeds gedaan. Maar 451 is in mijn hoofd gebleven. 5. Hey, hell yeah, de deur is geopend. Halleluja! Ik ben zo'n goede gamer! Oké, hier kunnen we straks in verstoppen. Ik mag jou niet, ik mag jou niet en ik mag jou helemaal niet. Kunnen we deze kant op? Oeh. Maar ik zie hier een bordje met kom hallo zeggen. Ze was de vierde. Hallo? Wat zit hierin? Waarom kunnen we dit inspecten? Wat zit hierin? Oh! Oh my god. Ga weg! Ik weet niet wat... Hij is gone? Hoe is hij verdwenen? Ik keek er even niet naar en hij was verdwenen. Good things always come in threes, they say. Bendy, Alice and Boris. It just works. So when I showed my coworkers my design for a new fourth member of the butcher gang, you could almost hear the disgust at the lunch table. Oh. A ghost girl, they said. No one's gonna get it. They just laughed at my drawing. Trash. But I'll get Mr. Drew on my side. He'll understand. He's got to. Carly will join. Jane had het voorstel, namelijk een vrouwelijke karakter, maar mensen aan de... Ah! Wat een teringleier! Ik was bezig... Oh, nu komt ook nog die stink Ink Demon. Waar de fuck kan ik verstoppen? Oh, ik ga hier achter staan. Ik ga hier staan. Oh my god. Maar blijkbaar waar... Oh. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden dat hier net een monstertje kwam. Moeten we hier wel plaatsen of zo? Wat de hel moeten we nou eens doen? Wat moet ik hier doen dan? Ben ik hier... Oh, wacht. Hier ben ik helemaal niet geweest. We doen hier even een security lock. Dan kunnen we hier te verder. Wat kom jij hier nou weer doen dan? Sinds wanneer heb jij ook een wapen? Hier, ga dood. Ik ga je looten. Ik hoor gepraat. Oh, waarom kan nu wel in één keer deze deur open? Waar de hel zijn wij in één keer? Ik zie dat we hier wat kunnen luisteren trouwens. Laten we even luisteren. The papers are signed. The animation staff is hired. Archgate Pictures is open for business. Oh, it's open for business. As of 9 o'clock this morning, Bendy and all his little cartoon friends now belong to me. I'll admit it's strange owning a dear friend's legacy. Huh. But I think Joey would be content knowing it's safely in my hands. You just gotta believe, he used to say. He was such a showman. Well, I believe, Joey. I wholeheartedly believe. Ik geloof Joey ook, hoor. Ik geloof hem ook. Waar moeten we heen? Hier moeten we straks weer verstoppen. Jij gaat straks leven. Fuck you alvast. Oké, laten we naar boven gaan. Waar de hel zijn wij? Sinds wanneer kunnen die monsters teleporteren? Vind een manier naar de overkant. Oké, dat gaat me wel lukken. Een pantoffel. Oh nee, dat was geen pantoffel. Kunnen we hier wat besturen? Oeh, wij halen iets over. Kunnen wij er overheen springen namelijk? Wat? Laten we er overheen lopen, hè? Oh god! Nee! Dit is echt stom, hoor. Ah, maat, nu zitten we aan deze kant vast. En ik zie daar ook nog een loer dat we konden jatten. Nee! Het zagrijnig. Oh, hier liggen twee freaking slugs. Oké, welke kant moeten we nu op? We kunnen... Oeh, hier is... Hallo? Wat ben jij en wat heb jij aan? Ik wil even sneller gluren. Wat heb jij aan? Oh, hello. Porter? Are you looking for the way out? Ja! The way out would be nice. Ja! Are you stuck in there? Ben je daar vast? Well, yes. And I'm afraid that means, well, you're stuck too. We zitten beide vast. Nee! Not an inch. Hij zit vast. Wij kunnen je helpen proberen los te krijgen. Ik geef je gewoon een klap met een pijp. Ik help je. Wee! Oh, nu kunnen wij ook eindelijk naar beneden. Oh, wij als we worden tegenhouden. Dat is echt weer... Oh. Ik dacht misschien komt de Ink Demon, maar helaas. Thank you very much for your help. Graag gedaan. Hey, Porter. Audrey? Wij zijn Audrey. Audrey. Zou die ons herkennen? Oh. Hij noemt ons Bobby. Oké. Oh, wat ga je ons geven? Oh, we kunnen teleporteren. Tot ziens, Porter. Ik zal niet doodgaan. We kunnen nu teleporteren? Really? Ja, dat was inderdaad al een beetje vreemd. Oh, wauw. Hey, dit ben ik elke dag. Hey, yo. Wacht, hier zijn we toch al geweest? Oh, fuck. Nu kunnen wij met onze nieuwe powers... kunnen wij naar de overkant proberen te komen. Nu kunnen we naar de overkant en kunnen we dit opladen. Ik ga ook eventjes opslaan. Ik ben bijna dood. Deur open! Hey, een boek... Ik heb iets opgepakt. Waarom heb ik een boek opgepakt? Dat is een beetje random. Kunnen we meer dingen oppakken? I don't know. Dark! Nee! Hou je mond! Oké, we kunnen naar de uitgang. Of we kunnen deze kant even opkijken. Ik wil weten wat we hier kunnen vinden. Oké, daar kunnen we niks vinden. Dus we kunnen naar de exit. We kunnen eindelijk uit deze stom... Ik vind een nieuwe manier. Naar de elevator. Ah, nu is deze wel... Oh, Bendy! Oh my god. Wij moeten een nieuwe manier vinden om naar de elevator te komen. Weet je wat? Dat komt in orde. Oh god, wat er gebeurt hier trouwens. Misschien dat we deze deur moeten openen. Ja hoor, wat kunnen we hier vinden? Oh, geen beguld! Hallo? 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 What the hell? Waar kom jij vandaan? Hier, ik ga je looten. Oké, maar we kunnen weer iets luisteren. Joey happened to notice last week just how long it takes for us employees to get home every night. When you add in the traffic and the waiting for the elevators, you practically only have a few hours before you have to wake up and come back. So Joey had them build artist rest for us. Now we never have to leave work again, Joey says. Well, okay. Mensen waren niet echt fan van Joey, hè? Ah! Fucking hell! Ik vind die dingen echt verkloot irritant! Dit sloeg zo nergens op! Oké, goed vooral. Maar ik kan hier dingen openen, kijk. Lost and Found kan ik nu openen. Ik kan de sauna openen. Ja, laat ik eerst even deze bitch even in elkaar slaan. Daar! Goed zo, blijf dood. Wat kunnen we hierboven? Ik heb iets met de sauna geopend. Is hier de sauna? De sauna? Wat hebben we hier? Hallo? Ik vind het zo'n vaag allemaal. Het is soms zo random en weird. Ik heb de sleutels van de kraan in de Lost and Found office. Oké, wacht. Kunnen we zo erin teleporteren? Ik zie daar de sleutel. Die moeten we hebben. Daar is letterlijk een sleutel. Maar hoe komen wij daar? Kunnen wij hier ergens makkelijk binnenkomen? Maar ik denk het zelf niet. Waarom denk ik oprecht dat we gewoon wel moeten teleporteren? Dat lijkt me het meest logisch. Want ze hebben niet voor niets die powers gegeven. Oké, Lost and Found. Ik wil die kraan namelijk gebruiken zodat we hier weg kunnen gaan. Maar ik weet niet of de game soms gebeurd is of iets in die richting. Ik weet zeker... Waarom nu wel? Waarom nu wel in één keer? De Ink Demon is coming. Wel dat we dit oppakken. Ink Demon is coming. Oh, of niet? Nu kunnen wij namelijk de kraan gebruiken. En zo naar de... Oh, oh my fucking god! Ga erin! Ga erin! Ga erin! Ga erin! Waarom gaat hij er nu niet in? Doe je fucking powers! Kom op. Oh, we did it! Yes! Haha, Ink Demon! Sukkel! Holy shit! Ja, we zijn nu tenminste verder. Ik wil niet terug. Kijk, maar nu kunnen wij namelijk dit gewoon gebruiken, hè? Ik denk... Ha! Blijkbaar niet. Ik kan letterlijk tele... Ik kan letterlijk teleporteren. Waarom ben ik zo'n noob gamer? En waarschijnlijk kunnen we dan daarop komen. Als ik het goed heb tenminste. Maar moet ik eerst even hierop komen? Nee! Nou, dan gaan we hier toch wel naartoe. Dan gaan we wel niet naar de lift toe. Dan gaan we hier naartoe. Oké. Nu kunnen we weer upgraden volgens mij. Als ik het goed heb tenminste. Oh god, wat gaan we upgraden? Ability is ook wel handig om te hebben. Kunnen we niet meerdere dingen... we hebben die nu geupgrade. Zodat we vaker dat kunnen gebruiken. En zeg dat we dan alsjeblieft nu... naar een lift kunnen. Oh, hij gaat wel wat sneller omhoog volgens mij. Of lijkt dat zo. Maar nu kunnen wij hier vanaf hier naar de elevator toe. En dat maakt mij gelukkig. Zo. Elevator. Oh, we zijn eindelijk bij de elevator. Maar het gaat altijd mis. Hier, jij gaat dood. Bendy! Oh, we zijn bij hoofdstuk 3. Zo goed, iedereen. We moeten weer upgraden. En dat kan... Waar kunnen we ons ding weer upgraden? Oh, hier gewoon. Check eens even hier, guys. Dit is echt insane. Nu kunnen wij namelijk onze gekke pijp weer upgraden. Kaboom! En nu kunnen wij namelijk hier langs. En dat voelt zo fijn. Dat voelt zo fijn. Oh, dat voelt zo enorm fijn dit. Kunnen we hier spulletjes vinden? Oh! Oké, dat was weird. Dat vertrouw ik niet. Hey Wilson! Ik volg de regels niet. Krijg de kloten. Wat kunnen we hier uithalen? Oh, chips. Eten. Kunnen wij dit gewoon niet kapot slaan? Oh, gelukkig. We zijn bij de lift. Bendy. Oh, ik hou van Bendy. Maar natuurlijk komen we daar niet makkelijk. Oh, dit kunnen we gewoon pushen. Ik denk dat we deze naar achteren gaan doen. Want wij zijn zo big brain. Zo. Dan kunnen wij namelijk gewoon lekker easy peasy hier langs. Exit. Oh god. Hallo. Is dit verdomme serieus? Waar ging ik heen om te verstoppen? Ik weet niet waar. Crouch. Oef. Hey. Oké, we kunnen weer verstoppen. Oké, we weten nu waar we moeten verstoppen. Dus dat is goed. Crouch. Crouch. Klote ding. Oh, dat was niet op de crouchen. Oh, oh oké. Maar we weten nu, we moeten hier gewoon in verstoppen. Het kon hier gewoon. Oké, we zijn vrij. En nu kunnen we namelijk met de lift naar boven. Ik ben ook benieuwd hoe ver wij ergens in de game zijn. I don't fucking know. Bendy! Ja, jou vertrouw ik niet. Maar we gaan wel naar boven toe. Of gaan we naar beneden? Waarom hoor ik in één keer spannende muziekjes in mijn oren? Ik vertrouw dit niet. Oh god, oh god. Ja, je gaat leven, hè? Je gaat leven, hè? Oh god, wat gebeurt er? Oh god. Ik vertrouw dit toch helemaal voor geen ene tering. Autosave. Oh, yeah. Oh god. Oh god. Wat zijn dit voor dingen? Wat zijn dit voor lelijke dingen? Ah. Het zijn echt fucking veel spinnen. Misschien moeten we dit kapot slaan. Even kijken. Ik moet deze dingen slaan? Sure. Dat doe ik dan toch wel. Maar ik ben bijna dood! Hoeveel van die klote spinnen komen hier, maat? Wat de hel is dit? Oh, nee! Oh, nee! Nee! Wat moet ik hier doen? Ik weet het niet! Maar dit kan ik niet gebruiken! Moet ik zo'n kloot ijs? Rondjes rennen en mappen. Dat is het beste dus. Kom hier! Ik sla je in elkaar, vriend! Ik maak je nu ook gewoon dood, hè? Is hij dood? Voor mij heeft hem vermoord! Maar nu kunnen we wel dit ding openen. Halleluja! Thank fucking god! Sesam, open nu! Dankjewel! Kan deze open? Nee, tuurlijk niet. Hier, pak alles wat je... Donut, geef me die donut. Gaan we hier met Alice praten? Are you there? Alice? Alice? Where are you? Nee, weet ik veel. It's dark. Het is donker en we weten niet wat we moeten doen. Oh, de eikels komt bij ons opzoeken. We mogen niet bewegen, maar waarschijnlijk krijgen we straks die stomme Ink Demon achter ons aan, hè? Ik ken dit spelletje wel, hè? Don't move. Dan moeten we hier blijven staan. Maar we gaan hier gewoon heen. We luisteren niet. Bendy! Dat is geen bordje. Kom hier, ik zwit, ik doe niks. Waarom ren je weg? Bendy, je bent zo wholesome en zo cute. Bendy! Ik heb je de hele tijd niet gezien en dan kom je alsnog zo. What the hell? Waar de hel zijn beland? En waarom is Bendy zo snel? Het is een ukkerpuk. Je hoort niet zo snel te zijn. Joey! Who are you? Don't you know me? Take a good look. Aren't you? Joey Drew? Waarom leef jij Joey Drew? Well, so to speak. Come on up. Oké, ik vind het raar. Hij wil ons wat laten zien. Ik volg het, Joey. Ja, ik ben erachter gekomen dat dit plek vol met verrassingen zit. Oh, je hebt hier lang gewerkt, Joey. Mr. Drew? Waarom bleef jij nog? Joey, what is this place? The studio. Oh, het is Wallaby. Monsters. Am I dreaming? Ja. It's a psycho, Audrey. An ink-stained nightmare, forever stuck on repeat. Oh. With just a pencil and a dream, and with a little help from the Gent Corporation. Okay. Hey, elke ochtend ik. From what I gather, it exists in parallel with the outside world, but completely removed from the march of time. Okay. And like a record played over and over again, it's begun to crumble, wear down. Okay. This studio is a monument to choosing the wrong road. Oh. Now, whether it was built for revenge or regret. Regret, oké, goed om te weten. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Oké, kun je deze deur even openen? Someone out there is messing with what's in here. Bad things have begun to emerge from the puddles. Wicked creatures that never came from my pen. Oké. Ik vertrouw hem niet. Hij is dood. Waarom leef je nog? Hier een tekening. Dat kan ik niet pakken. Oké, Joey. Oké. Oké. You're here for a reason, Audrey. There's always a reason. Oké, wat is de reden? When you can't understand it. Ik snap het ook niet. Jij hebt deze wereld gemaakt. Fix it! Because I'm not the man. I'm just the memory. Oké. Oké. Oh. Is hij hier begraven? Is Joey hier begraven? Hey. Hey. Oh my god. Oké, Joey. Beetje vreemd. Hij was 70 jaar geworden. Dat is een mooie leeftijd. Bendy! Ja, maar nu kunnen we wel gewoon doorlopen. Wat voor verrassing we allemaal... Bendy! Daar ben je weer. Kom eens even hier. Wees niet bang. Please. Rennie, ik doe geen klote verkeerd. Ik vind hem echt vervelend. Waarom is hij zo snel? Kunnen we dit overhalen? Laten we het even overhalen. Oeh, er gaat nu een poort open. Hell yeah, dat voelt goed. Kaboom! Wat voor shenanigans kunnen we hier beleven? We kunnen even geld betalen, hebben we wat eten. Een chocoladereep, die voel ik wel. Wat hebben we hier? Oeh, een safer area. Oké, daar wil ik dan niet naartoe. Trouw ik dan niet. Dan ga ik liever even naar de andere kant toe. Kijken wat we daar kunnen vinden dan. Oh, hier kwamen we vandaan, of niet? Laten we met de trap naar boven gaan dan maar. Ik ben niet bang voor onveiligheid. Ik ben epic. Oké, kunnen we hier naartoe? Ik zie daar wel een audiospeler, dus daar kunnen we straks komen, hè? Dan gaan we deze kant nog even kijken. Misschien is een van deze deurs waarschijnlijk dicht, hè? Oh! Dit voor een random locatie. Kun je boven komen? Want ik zag dat we hier ook een soort van lever hadden. Kom op, dat moet toch wel kunnen. Ga mij nou niet dissen, game. We moeten waarschijnlijk weer op de dozen springen om hier bovenop te komen. Wat is dit? Nee, nee, Demon is coming, alsjeblieft. Ah, ik zit hier vast. Ah, nee, 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 nee. Kom op. Oké, hier kunnen we zo te zien ook wat overhalen. Kunnen we hierin verstoppen? Oké, want we weten, de Ink Demon is hier waarschijnlijk ook in de buurt. Dit doen we namelijk dit ook mooi. Toevallig dat ik het net heb opgeladen. Zeg dat alsjeblieft dat hier nog ergens wat kan. Maar we zijn nu tenminste verder. Wat als we hier inspringen? Oh, hallo? 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 Zwem naar boven! Waarom ben ik zo? Nee. Ah, waarom ben ik zo? Nu dat we dit hebben geopend, kunnen wij hier ook wat overhalen. Sure, gaat nu hier het water naar beneden wat ik heb weggehaald? Nee. Wat heb ik gedaan? Oh, daar kunnen we nu naartoe. Oké, voordat de Ink Demon komt, gaan we snel weer deze kant op. En dan hebben we hier nu wat geopend. Als ik het goed heb tenminste. Maar het lijkt erop van wel. Dan kunnen we dit openslaan en dan zijn we nu verder. Oh. En nu gaat hij alles weg wat ik net heb verstopt. Wat is dit? Waarom geeft dit licht? Vreemd. Waarom moest ik dat openen? Oh, nu is hier ook alles vol met inkt volgens mij. Oh, shit. Maar ik durf hier niet in het water te springen, omdat ik net ben verzopen. Maar misschien kunnen wij dan... Ja, zo hier nu opkomen. Dan kunnen we dit overhalen. Zo goed. Maar ik weet nu niet wat ik heb overgehaald. Dat weet ik zelf nu niet. Maar daar komen we vanzelf wel achter. Of is het onder water nu? Waarschijnlijk moeten we dan nu weer het omlaag doen. En dan kunnen we weer teruglopen. Als ik het goed heb tenminste. Dit spel is soms heel erg weird. Maar wij doen het wel. Ink Demon is coming. Volgens mij kan ik hier even stoppen. Oké, we survive. Oh god, zeg niet dat ik dood ga. Nee! Nee! Ah! Oké, net overleven. Ik ben echt op dood aan het gaan, joh. Holy. Zeg dat we vanaf hier dan weg kunnen gaan. Hier is exit. Maar het probleem is, waarschijnlijk moeten we weer wat overhalen, of niet? Oh, hier, jullie weer hier. Ga stuk voor stuk door. Oh, hier kan ik eten halen. Oh, we krijgen weer volledige levens. Thank god. Holy. Hier kunnen we weer wat overhalen. Waarschijnlijk kunnen we dan nu eindelijk verder. Of hebben we nu wat geopend aan de andere kant? Dat kan ook wel. Wacht, hier is gewoon wat... Oh my god. Wat ben jij? We komen wel binnen. Wat? Behold, oké. Oh god. Kill her. Nee, 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 niet mij vermoord. Oké, kom op, kom op. Wij gaan deze even attacken. Dus kom op, sterf. Waarschijnlijk is dit een boss fight, of niet? Oh god. Hij gaat zelf ook met ons vechten. Oh, die krijgen we wel ook wel neer, toch? Oh, ik weet niet wat ik heb geopend. Hier is wat open gaan. Een deurtje volgens mij. Maar, oh. 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 Zien jullie mij nu als koning? Omdat ik die gast heb verslagen? Yo, zoveel geld! Ja! Okay, nu is hier wat opengaan. Oh, deze kunnen wij ook overhalen. En dat is waarschijnlijk dan die andere. Yo, dit is makkelijk gegaan. Yo, ik ben jullie koning! Hell! Ik ga wel even wat eten voor de zeker. Oh nee, ik heb net gegeten. Kan ik niet ergens mijn ding upgraden? Mijn prachtig... Zo klink jij. Oh my god, ik ben benieuwd wat het einde zal zijn. Zo, we slaan deze even open. Ik wil ergens mijn pijpje kunnen upgraden, maar ik weet niet waar. Oké, deze slaan we ook open. A city built of broken dreams. Yo, dit is gewoon een hele stad. Bendy! Oh, please. Wij doen niks verkeerd. Look, I'm sorry about earlier. I didn't mean to hurt you. Oh, hij is zo cute. I really don't think you want to hurt me. Hij lacht weer. Oh, right? Ik dacht dat hij misschien wist dat te lachen. Good. Let's be friends then, okay? Zullen we vriendjes zijn? Jij, ik? Ja! We zijn vrienden met Bendy! I'm looking for the old Gent building. What's wrong? Is it a bad place? It's okay. I won't let anything happen to you. We'll go one step at a time. Just you and me. Alleen jij en ik. Let's see what we can find. Zullen we dat doen? Ja? Kijk hoe blij die is. Kijk hoe blij. Kijk hoe blij. Oh. Yeah. Kunnen we deze openen? Ja, dat kan zo te zien wel. Street exit. We gaan naar buiten? Bendy, scan ID. It looks like we need to find an ID card somewhere around here. Heb jij een ID, Bendy? Any ideas, Bendy? Oh, wat een cutie ben jij. Vind een ID-kaart, oké. Weet jij misschien al waar dat ding ligt? Of ga je er nu echt bij zitten? Bendy, ik weet toch niet waar die ID is? Bendy, help me gewoon met zoeken! Oh god! Het is ook geen ID, dus we moeten nu een hotel in. Boris! Oh, wat schattig. Ting, ting, ting. Oh, ik denk dat we dan hierboven naartoe moeten gaan met onze powers. Bendy, ben je er klaar voor? Check dit, Bendy. Je zult echt zo trots op me zijn. Kijk dit. Boris! Hey! Maatje! Is dit een ID? Yo, we hebben een ID-kaart gevonden! You haven't gotten far. Don't do that. Hey, Joey. Wait. How did you get in here? Oh, I have my ways. I have my ways. So tell me, how goes the journey? It's good. Slow, but I'll get through. Ah, I see you have your father's never-quit go-getter spirit. Oh, now you knew my father. Hoe ken je mijn vader? Newsflash, I didn't even know my father. Or my mother. En mijn opa en mijn oma! Oh, oprecht, de rest van de familie. I can understand that. What are you talking about? Look, I don't think you're ready for this. But hang on to your lunch money. There's something I want to show you. Wat wil je me laten zien? Wait, what are you doing? Waar komen wij nou weer terecht dan? Henry? Henry! Oh my god, dit is voor de eerste game! Of niet? Volgens mij wel. Oké, wat ga je me laten zien, bro? You ready? Ja, dit is de story all about how. Once upon a time, Audrey, there was a bitter old man. Was er een bittere oude man? Dat alles had verloren. Dat ben jij, Joey? The real Joey Drew. Oh, fuck. Die is alles dus verloren. Hij gaf iedereen de schuld behalve zichzelf. En hij heeft zijn oude businesspartner heeft hij weggestuurd. Namelijk Henry Stein. Die kreeg altijd de schuld. Hij heeft een kwaadaardige machine gemaakt in een andere wereld. Een wereld gemaakt van papier en inkt. Bendy! Oké. Een engel? Alice! Zij zag dus iets goed in Joey, dus Alice. Oh. So one day, in Joey's cartoon cycle of hatred, he gave Henry an angel of his own. Okay. To guide him when things were most dark. Oh. To always provide hope. It was then Joey decided to make something new. Something he had always wanted, but he could never have. A family. Familie. But not a cartoon one. Niet een cartoonfamilie, een echte familie dus. And after many tries, he created something that made him happier than he ever could have imagined. A wonderful, loving daughter. Bright, kind, almost human. Okay. He created you, Audrey. What? We zijn de dochter van Joey. Wow! I know it's a lot to believe. Who do you think you are? I wasn't born from some machine. Flesh and blood. I'm not some kind of ink monster. Just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. We're always free to choose. To believe what we want to believe. Take me back. Right now. I'm not listening to any more of your lies. Remember who you are, Audrey. Leave me alone. Oké. Wij zijn de dochter van Joey. Random. Heel cliché hoor. Maar we hebben de ideeën gevonden. Dus daar ben ik blij mee. Dan, we moeten hier nu onze ID inleveren. Dus laten we dat doen. We gaan even scannen. Make your way to the Gent building. Dit vertrouw ik niet, maar we gaan niet crouchen. We slaan het kapot. Oh, we are the keepers. Oh, kom maar op, brothers. Mensen zijn daar lekker aan het hangen. Yo, zijn we in Gent beland? Oh. De Ink Demon. What the hell? Wat gebeurt er? Heeft hij pijn? Sterf! Sterf, Ink Demon! Sterf! Wat? Wat? Was dat Bendy? No way! Was dat Bendy all the time? Oh, je bent nu weggegaan, jij vieze verrader. Nou, laten wij dan maar gewoon doorlopen. Dit was weird. Kunnen we deze kant op? We kunnen hier looten. Zit hier iemand in? Hallo? Een safe area. Nou, zo bang ben ik niet, joh. Ik ben een big boy. Er liggen hier overal lijken op de grond. Ha, smash like! En waar zijn we dan nu beland? Waarom heb ik het gevoel dat Bendy hier weer gaat komen? Gaan we... Oh god. Wat ben jij? Een keeper. Ja? Ik ben een YouTuber. Inbreken. My name is Audrey. I'm not here to cause you any trouble. Nee, wij komen hier niet voor problemen. We willen gewoon naar huis. Please. Can you help me? Kun je ons helpen, keeper? Ben ik gevaarlijk? Oh nee, jullie hebben dit niet eerder gezien. Hou je mond. Ik denk het ook. Laten we gewoon praten. Jij en ik. Wie ben jij? Wij zijn... de keepers. Oh! Order. Control. Oké. Oh, jullie zijn jullie zijn voor eeuwig? Oké, ja, sure. Waar kom je vandaan? De Albert Heijn! Wow! Wilson heeft jullie gemaakt? Can you take me to him? He wanted me to find him. Wilson is te gevaarlijk. Ik ga zitten. Worden we vergast? Nee, ik wil niet vergast worden! Nee, stop! Oké, misschien kunnen we snel ontsnappen. Er moet een manier zijn om te ontsnappen, toch? Oh, hier is gewoon een fans. Wow, we hebben dit gewoon overleefd. Zo makkelijk. Wij zijn we nu oprecht in de endgame beland, trouwens. Oké, we zien hier weer een like. Oh my god! Oh my god! Wacht, kunnen we hier ook gewoon... Oké, die heb je in één keer dood. Oké, we crouchen hier doorheen. Oh! Ik vind het helemaal niks. Ik vind dat ding helemaal niks. Maar we hebben daar net de deur geopend. Dus kunnen we daar makkelijk komen? Dan kunnen wij namelijk hier gewoon naartoe. En gaan we kijken wat we hier kunnen vinden. Oké, we mogen niet te veel lawaai maken. Want dan worden we namelijk gewoon gehoord. Kunnen we hier misschien iets boven vinden? Spring! Ik weet niet of we hier al kunnen zijn. Oké, nu hebben we hier een door. Wil ik hier naartoe? Hallo? Oh god, we kunnen hier naar boven toe. Laten we klimmen. Oh god! Oh, we kunnen weer upgraden. Ik ga sowieso eventjes mijn held upgraden, hoor. Nu kunnen we wat meer klappen aan, namelijk. Oké. Ik ben naar beneden gesprongen en we komen meteen in de kast. What the fuck is dit? Wat ben jij? Ik loop deze kant op. Ik wil daar nog niet mee vechten, want we hebben namelijk een heel gedeelte gewoon geskipt. Oké, laten we deze lever even overhalen. Wat gaan we hierachter vinden dan? Oh. Just hello? Beyond that door. The keeper's prison. The keeper's prison? Wie ben jij? No one ever comes out. At least they're never quite the same. Okay. But I could open the door for you. I do know how. Jij kan de deur voor ons openen? Thank you. That would. But first, maybe play a game. Ik wil geen spelletje met je spelen. I like hide and seek best. Oh, we gaan verzoek spelen. I'll open the door for you. Ik zal je vinden. Oh, beloof je dat? Oké. No peeking. Oké, verstop maar. 1, 2. 2000 years later. Ga naar boven, ga naar boven, ga naar boven. Ik hoor daar hier volgens mij. Laten we. Oh, brengt ze hem echt naar de unsafe area? Oh, hier is het gewoon. Hey Heidi, ik heb je gevonden. Ben ik briljant? Kun je alsjeblieft de deur voor me openen? De door. We gaan deze kant voor teleporteren en we rennen gewoon naar boven. Die gast zal me hopelijk niet zien, maar ik denk dat de deur nu is geopend. Yo! We kunnen nu verder. Eindelijk. Wat gebeurt er? Worden we weer vergast? Misschien kunnen we... Heb een fijne dag, dankjewel. Dat vind ik echt heel erg aardig dat je dat zegt. Het eerste wat ik doe, ik ga hier een lever overhalen. Dat is het eerste wat ik hier zie. Oh! Excuse me. Hallo? Sir? Wie ben jij? Can you help me? Kun je me helpen? You must be really lost to be asking me for help. Ja. Ik denk dat dat Henry is. About the keepers, Wilson, the cycle, anything could help. Alles kan me helpen, mysterieuze man. Audrey, what's yours? Honestly, ik heb geen idee wie ik ben. My name is Henry. Ik wist het, ik was zo goed. Been a prisoner long? The keepers think you're a threat to their plans. They lock you away. Ah. Forever. Forever, yeah? Still, it's given me time to think. Things like, if you haven't eaten in years, als je een jaar niet hebt gegeten, ben je geen mens, denk het ook niet. Jij bent een cycle breaker. Ah. Ah. Wilson and the keepers don't want that to happen. How did you do it? Reset the cycle. Turns out the Ink Demon himself is the key. De Ink Demon is hemzelf. Dit is zijn wereld. En het zijn zijn regels. If you can get him to look at something very specific, it will reset everything. Oké, als hij ergens naar kijkt, wordt hij volledig gereset. Is het weer een gedeelte van de film The End, hetzelfde als de vorige keer? Wij gaan het proberen te stelen. If I reset the cycle, we could make things better for everyone here. And what about you? I just want to go home. Wij willen gewoon naar huis. So did I. Ja, jij ook hè? Good luck, Audrey. Dankjewel joh. If you need me again, you know where to find me. Oké, is goed. Als we je meer nodig hebben, Henry. Werd hij niet later? Wat was dat voor geluid? Oké, dat vertrouw ik niet. Wat was dat voor epic geluid dan? Oké, ik zag hier boven de pit. Maar wij gaan eerst even kijken of we hier enigszins loot kunnen vinden. Ik wil niet verstoppen. Ik heb helemaal geen zin in, joh. Subject 418. Ah! Fuck you! Weer dat kloot ding. Bendy! De pit. Oh god. Oh, dit is de locatie waar we moeten zijn. Maar ik ga even kijken. Zit hier loot in? Nope! Deze deur is op slot. En dan is waarschijnlijk deze ook op slot. Dus dat betekent dat we deze deur moeten openen. Push. Wat gebeurt er? Moeten we verstoppen? Achter ons, hè? Er staat niemand achter ons. What the hell? Oh god! Wat is dit voor open einde dan? Oh, Wilson? Is dit een... Wij zitten nu ook in de gevangenis. We zitten in een trein. Oh! Rest yourself, Audrey. Yeah! The keepers can be relentless to strangers. Oh god. But there's nothing to fear as long as I'm with you. Zal je de good guy zijn? Iedereen is... You brought me here. Turned me into this thing. This doesn't make sense. I've never done anything to you. Open your eyes and look around you. Okay. None of this makes sense. Alles makes sense. Dat weet ik niet. Drawn walls, nightmarish creatures, an ancient studio that died out almost 30 years ago. Een studio dat bijna 30 jaar geleden dood is gegaan. It's all fiction. Het is allemaal fictie. Nonsense. And yet, in here. It exists. It breathes. Adem. It flourishes. Okay, ik ben benieuwd wat je van me wilt, Wilson. Guided by its master's pen, the foundation for a new reality. We can bleed into our own. Just think of it. Anything we create in here, we can release. Alles wat jullie maken, kunnen jullie vrijgeven. Maar eerst... Bendy! Mini Bendy! Hey Bendy! Wat doe je? Rip Bendy! Old mistakes ready to be cleansed away for newer, greater things. Waarom is tegenwoordig elke horror game in een trein? I need your help. Oh, je hebt mijn hulp nodig, ja? Save my father's life. Om je vaders leven te redden? Oh god. This is our start. We'll talk more once we're safely inside. Oké, Wilson! Oké, laten we opstaan. Moeten we nu gewoon wachten? Hé, hier is wel mijn pijp trouwens. Die kun je waarschijnlijk gebruiken om weer te mappen. Oké. Oh, we krijgen hoofdpijn volgens mij. Oh! De Ink Demon praat met ons. Oh shit! Be quiet. Zit de Ink Demon in ons? Oké, haal het over. Zit de Ink Demon in ons? I don't know. Ik zag daar wel Wilson staan. Waarom vertrouw ik dit niet op... Oké. Oh, dat was de bedoeling. Wat gebeurt er? We zitten vast! We moeten onze spullen hier neerleggen. Zie ik daar nou een wapen trouwens? Oh, hier zie ik... Die gast heeft sowieso keelpijn straks hoor. Deze man heeft keelpijn met dat praten. Oké, wij kunnen nu eindelijk doorlopen. Mag ik mijn wapen weer pakken? Nee. Cringe! Hey Wilson. Dankjewel. How do you like my signal towers? Ik vind je signal tower heel mooi. Oh, de Ink Demon kan hier niet komen. Ah. But it seems our friends at the Gent Corporation had a demon problem of their own long ago. Oh god, wat is dit nou weer? Oh, wat ben jij? And now, my dear, if you'll excuse me. Oké, ja, sure. Oké, wat moet je voorbereiden? Oh, we praten later? Besides, you must be very tired. Ik ben heel erg moe. Oké, dat is ik. Betty! You never actually killed the Ink Demon. Jij hebt nooit de Ink Demon vermoord. No, he's too powerful to destroy. Hij is te sterk om te vernietigen. Ik heb het gevoel dat wij die end moeten gebruiken op Wilson, denk ik. Bendy. Bendy? Although he seems to have found a way to free himself. But enough talk. We'll deal with that. Wij gaan Bendy doodmaken! There's some nice fresh blankets all laid out for you. You'll be dreaming in no time. Alright? Here we are. Best room in the house. Nou, wat hebben wij een mooi kamertje, joh! But this room... Zij heeft een lelijke kamer. Deze is perfect. I saw to every detail. The Murk en de Maiden. Oké. Oké, hier kunnen we poepen. Oké. Ik wil poepen. Ik heb geen vragen. Audrey heeft altijd vragen. No. As far as I understand it, I'm something quite new. Although I didn't turn out the way I was supposed to. One in a long line of failed experiments. But Wilson will keep trying. Oh. And do you trust Wilson? Vertrouw je Wilson? This is the realm of the Ink Demon. The shadow hangs over us all. Zij vertrouwt niemand. But Wilson takes care of me. Oh, Wilson is een lieve man, denk ik. He once said I remind him of something he called his mother. Mother? Tell me, is that a good thing? Is het een goed ding dat hij je moeder noemt? I'm not sure. I don't think I ever had one. Well, no matter. Now, I was told to make sure you get some sleep once you got here. So get nice and comfy and relax. Dat komt zeker weten goed. I left something on the table that might just help you nod off. It's my own recipe. Je eigen recept. It's very fast. Just follow the instructions. Ik volg de instructies, oké? Doe de deur dicht. Of course. If you need anything else, I'll come straight away. Ja! I'm always up. Zo, weg ermee. Opgedonderd. Om te kunnen slapen hebben wij zo'n Gilson nodig. En 3 sipjes water. Waar gaan wij nou weer Gilson vinden? Oh, even een muziekje aanzetten. Die voel ik wel. 1 sip. Er gaat straks wat gebeuren, 100%. 2 sip. Waarom vertrouw ik dit niet? Ik heb nog 1 sip. 3. Oh, Alice! Is Alice niet te vertrouwen? Zijn we gescamd? Oh, wat? Waar zijn we nu weer? We zijn nu ergens aan het eten? What's going on? Oh, it seems you're just a little overwhelmed. Alice? It's all right, honey. I understand. It's not every day one gets to bask in the glory. I'm an angel. Angel. Alice Angel. Hey, Alice Angel. That's who I am. Hey! Oh, volgens mij is dat niet de echte Alice, als ik het goed heb. What do you want? Wat wil je van ons? Right to the chase. I like that. The truth is, you're one of a kind. And to put it bluntly, what I want. Oh, zij is echt feest. Your face removed. Oh, je wilt mijn gezicht weghalen. Oh, dan word je mooi. Je wilt me gewoon mijn kopje hebben. Ik wil geen plezier hebben. Oh, onze bloedbad komt later. Een spelletje. Oh, ik heb zo geen zin in riddles. In raadsels. Nee, ik vind dat geen goed idee. Nee. Alright, honey. Here's the deal. Behind you is the door to freedom. But it will only be opened if you solve my little puzzle. Je moet jouw puzzel oplossen. Return to your special chair. En dan moeten we terug naar onze stoel. I'll throw this Als we de puzzel goed hebben, mogen we weglopen als we die hendel overhaalt. En als we het fout hebben, gaan we even duren. What the fuck? Laten we beginnen. Dan is de laatste een vos. Moet dit goed zijn? Please? Het lijkt erop van wel. Dan gaan we nu weer terug en dan gaan we daar zitten. Hopelijk overleven wij dit. Dit was echt, echt saai. Waarschijnlijk heb ik het er ook uitgeknipt. Ik haat raadsels. Ik vind het echt saai. Nou, dan gaan we hier nu zitten. En we gaan kijken of we het goed hebben gedaan, jongens. Hold on tight, honey. Here it comes. Oh, please zeg dat het goed was. 2, 1. Nee, volgens mij hebben we het goed. Volgens mij hebben we het goed. Volgens mij hebben we het goed. Yes. Oké, laten we opstaan. Jullie gaan mij niks doen, hè? Oké, maar nu kunnen we gewoon weglopen hier. Je ziet me? Waar zie je me? Niemand houdt van de partypoep. Jij bent de partypoep. Ik ga even wat eten nemen. Hé, mijn pijpje is terug. Ik hou van mijn pijp. Welke kant moeten we dan nu op? Moeten we aan deze level zitten? Power down. Geen flauw idee wat ik nu heb gedaan. Maar we kunnen hier naar boven. Maar even weer even mijn pijpje upgraden. Hè? Even weer opladen. We kunnen eventueel naar de andere... Oh god. We kunnen eventueel naar de andere kant toe. Go. Oké, nu zijn we hier. Oh god. Alice. Ha! Waarom gaat de deur... Ik hoor de deur dichtgaan. What the fuck? Save the gun! Save the gun! Oh god! Oké, ontwijken! Ontwijken! Hoe gaan wij dit nou weer halen dan? Alice heeft een fucking gun! Hier. Zo, even doodmaken. We moeten een manier vinden om daar naartoe te gaan, denk ik. Ze hebben er gewoon al een pijltje naartoe gedaan, zodat we daar naar boven kunnen. Ze heeft me geraakt. Oké, weer even levens kopen. We slaan het even kapot. Oh, dat kan zo niet. Start dying. Haha, start dying. Dacht het niet, dametje. Oh, gelukkig hebben we net onze ding geupgrade. Dus dat betekent dat we deze deur kunnen openen. Oh god. Oh god, ze zit gewoon nog steeds op mij te schieten. Doe eens even niet, joh. We zien hier lever. Waarschijnlijk heb je ook eten. Tuurlijk niet. Maar we halen deze lever dan ook boven om Alice dood te maken. Wat heb ik dan nu gedaan? We moeten nog een poort activeren. Oh! Maar waar is die dan? Ik denk daarboven. We gaan deze deur nu openen. En ik heb geen flauw idee wat we dan hebben gedaan. Verdomme Alice met je gun. Met je pipa. Ben je gek geworden of zo? Oké, nu kunnen we deze ook doen. En dan kunnen we nu naar de andere kant toe komen. Kijk, die deur is nu geopend. Denk je dat we haar kunnen slaan? Oké, deze deur is nu geopend. Waarschijnlijk kunnen we haar nu gewoon in elkaar slaan. Dus dat gaan we ook gewoon mooi doen. Oh, we moeten haar banishen. Oh, die secret power van ons. Dat gaan we even mooi doen. Hé, hey, Alice. Die! Geef me je pipa! Oh god. Oh god, wat ga je doen? Oh god! Oh, shit! Nu kunnen we haar toch banishen, please? Oh god. Het gaat op ons schieten. Krijgen we misschien naar gun? Waarom schiet je niet gewoon al in plaats van altijd een dialoog doen? Oh. Oh. Hell fucking yeah, Alice! Het is ons gezicht, bitch. Ik ben mooi, I know. Always were. Ben je altijd al geweest? Oh. RIP! This feels so familiar. Wacht even, zag ik? Ik zag Boris. Right, Audrey? Ik zag Boris. Alice. Boris! I cannot begin to tell you how good it is to see you. And this is your wolf. Audrey. Meet Tom. Tom? He's my protector. Wie de fuck is Tom? Ik ken alleen maar Boris. You got here just in time. Now I understand why you don't like being called Alice. The machine creates many of the same forms, at least on the outside. Haha, lelijkheid. On the inside, we're all pretty different. Well, from now on, I'm gonna call you something other than Alice. Wij noemen je Bobby. It just doesn't suit you. Oh, what do you have in mind? Bobby. How about Allison? Allison. It's not bad. Okay, I'll try it out. But Allison. Only if you can tell me what in heaven's name you're doing in Wilson's retreat. Wilson, I almost forgot. Wij zijn niet mee. I have to get back right away. Are you crazy? Wilson's our enemy. Do you even know him? Have you ever talked to him? I've seen what he's done. That's good enough for me. Look, it sounds like he has a plan to kill the Ink Demon. For good. And I think he can help us all. I just need to go back and hear him out. Yeah. Well, if it's true, you'll both need as much help as you can get. The Ink Demon won't go down without a fight. Tom and I will gather some of our friends. Jij, Boris voor mij! Good luck, Audrey. Dankjewel, schat. You too, Allison. Ze hebben tongen, hè? Wat is dit trouwens? Een music box? Wat kunnen we hier nou weer mee? Oh, waarschijnlijk kunnen we hiermee dat monstertje afleiden, hè? Fix de music box. Oh my... We hebben hem gerepareerd. En nu moeten wij een perfecte plek vinden om verder te kunnen. Geen idee waar dat is. Ah, gaan wij dit nou weer neerleggen? Ik heb geen flauw idee waar je dit nou weer moet neerleggen om hun af te leiden. Oh god. Hebben ze me gezien? Ze hebben me gezien! Zoals ik weet konden we hier verstoppen. Oh, hier gewoon. Oké, laten we dat mooi doen. Oh god, dan kunnen we verder. Ik hoop dat we het bijna uit hebben gespeeld. Deze gaan nu heel langzaam die kant op. Oké, we halen deze lok over. Dit moet de bedoeling zijn, toch? Oké, go! Oh god, ze hield ik bij. Ik hoef één klap. Groot! En we kunnen nu eindelijk verder. Deze was geglitcht. Is hier ergens misschien wat eten wat ik kan hebben? Oh. Ik weet niet of dit de bedoeling is dat dit een zwart gat is. Nu kunnen we wel doorlopen. Dit was raar. Dit was echt heel erg vreemd, hoor. Maar we zijn tenminste... Hey, Betty! We zijn nu tenminste verder. Moeten we met Betty praten? Hey! Wilson's waiting for you downstairs in the laboratory when you're ready. Ik ga naar Wilson toe. Wilson! Oh, wee, als ik weer uit de map val, hè? Ik zie dat nog wel gebeuren, dat we in één keer weer uit de map vallen. We gaan helemaal naar beneden toe. Ik ben echt benieuwd wat we kunnen verwachten. Of dit... Oh, god. Toxic waste? Oeh, kleur. Kleur in de game. Dat ziet er in één keer vreemd eruit. Nog meer kleur. Oh. Oké, daar zijn we dan. De deur gaat open. Kleur! We zijn bij de Lappenland. Wat hebben we hier? Kunnen we... Ik ben er! Hey! Oké, ik kom naar binnen. Ik weet echt niet of we Wilson moeten vertrouwen, hoor. Oké, waar we heen gaan kunnen we niet meer terugkomen. Om onze missie te voltooien. Oké, open. Thank you for coming all this way. The Ink Demon is a formidable foe. To truly destroy such a monster. Oké. He must be dethroned. Dat is waar. Dan moeten we van de troon afhalen. Je belachelijk maken. Yeah. Voor schut zetten. Cast out the demon. Put a new deity in his place. Stronger, more powerful, and controllable. Together, we just need to unleash our ultimate weapon. Oké, wat voor wapen? Come. Ja, ik kom. Let me show you my creation. Laat je creatie zien. Ah! Beautiful. Deze is wel heel wholesome. But elegant. Ik vind hem skater. Powerful beyond anyone. The Ink Demon will fall, and we can have peace at last. Ik wil vrede. It could work, but it sounds risky. How will we control him? We don't want to repeat Joey's mistake. No, we don't. All of the factors must be perfect. Alles moet perfect zijn. the right science. Dat is waar. Oh god. The right soul. At last your purpose is revealed, Audrey. This is why you're here. Wat ben je aan het doen? Your soul inside him. Nee, 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 Wilson. Creation will live. Nee, Wilson. Nee. Kunnen wij hem erin duwen? Audrey, part of you knew this was your path. Nee. Yourself behind. Nee. And ascend. I thought you said we needed to save your father. I thought you had a plan to send me home, to make everything right. I lied. Hij heeft gelogen, wat lul! My father is beyond hope. Perhaps you know him. Nathan Arch, owner of Archgate. Industrial genius, business tycoon. For years I've lived in his reaching shadow. He always had time for the grand creatives of the world, the doers, as he called them. He knew only the best, the biggest thinkers. Yeah? How could his lowly son ever hope to compete with that? But now, thanks to you. Yeah? I can. Oh fuck. No need die kan copyrighten! Dat effect ken ik! Deze ook! Dit zijn horror sound effects! Keeps the Ink Demon from getting in. Build of sound effects. Audrey, and live again as a god. Zullen we hem erin duwen? No, not this time. Oh my god! Stop hem met duw erin! Oh my god, dat was heftig! Wegwezen, wegwezen. We gaan deze kant op. Wegwezen! Wat kunnen we doen? Oh. Okay, we gaan deze deur openen. Ik ben zo... Inkmachine! Yo! Oh nee. Ja? It's time to ask the question. Ik wil... Oké, ik ga een antwoord beantwoorden. Oké, laten we dit overhalen. Ik weet niet wat er gaande is. Wat is er gaande? What the fuck is dit? Hé, hey, dat is die tekening van hem! Oké, wij moeten hem afkrijgen op een of andere manier, maar hoe gaan we dit doen? Oh, het geluidssnikken is zo hard! Laten we dit overhalen, denk ik? Geen idee wat de bedoeling hiervan is? Oké, volgens mij... Hij maakt die dingen kapot of zo. Wat als wij hier staan? Wacht. We gaan sowieso even weer rechargen. Waarschijnlijk moet hij die dingen kapot maken of zo. Kom eens even hier. Gooi maar. Oh yeah, oké. Nu kunnen we deze namelijk ook uitzetten. Wat gaat dood? Oké, ik ga jullie even looten. Misschien geef jullie iets van eten. Oké, als je deze... Oh. Kun je deze ook kapot maken alsjeblieft? Oh yeah! Thank you, dankjewel. Oké, nu nog eentje te gaan. Go! Oké, there we go. Oké, deze doen we ook eventjes. Ieder ijs, alles is uit. Oké, even deze gasten weer doodslaan. Ik sla je kapot. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar ik sla je. Oh nee. En ik sla je gewoon. Ik denk niet dat dit de bedoeling is, right? Ik blijf hem gewoon mappen. Oh, ik heb hem. Oh, dit was een hel. I did it. Wilson is dood. Zeg dat jij ook dood gaat, please. Oh nee, wat gaat er gebeuren? Oh nee, gaan wij nu ook dood? Hey, ik dacht dat ik hem had vermoord. Zeg niet dat ik dood ga, hè? Oh, fuck. Oh! Bendy? Heeft Bendy ons geholpen? Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oh, ze gaan nu samen het inkt in. Oké, sick. Awesome. En nu? Waar zijn we nu weer beland? We hebben het gehaald. Oh, Bendy. Hey. Hey, Bendy. Zou je me alsjeblieft niet pijn willen doen? Oh, nee. Oh, nee. Zijn onze poten gebroken, hè? Oh, we hebben geen benen meer. Oh. Hoe gaan wij hier uitkomen? Oh, shit. Nee, ik ga de Dark Puddles niet joinen. Fuck you. Nee. Ik heb niks. Wat de hel? Oh god. Ik ben geen fout. Ik ben ook geen monster. Worden we nou vergeleken met hem? Oh god. Is het tijd? Gaan we hem joinen? Zitten wij nou in... Zit de Ink Demon nou officieel... Wat de hel was dit voor einde? Zijn wij nou de Ink Demon? Wat is er gebeurd met ons? Wij zijn de Ink Demon geworden! There's always a choice. Joey? I know you're in there. Deep behind that evil face. Heeft hij die end? Inside somewhere is my little girl. My Audrey. My greatest creation. I'm scared. I don't know what's happening. Ik weet ook niet. The past doesn't define you, nor the present. In the end, all those years ago, Joey Drew finally succeeded. He created life. Okay. Audrey, you're so much more than that. Echt, dat is lief. You were his family. Oh, dat vind ik ook heel cute. His daughter. Oh. My daughter. Hou je bek. And I love you so very much. Ik ook van jou. Remember who you are, Audrey. Remember. Your words are wasted. Oh, fuck. Oh, gaat hij dood? Oh god. Hij gaat dood, of niet? Oh, dat is de tape die we nodig hebben. En hij is... niet dood. Oh my fucking god. Dat is de end die we nodig hebben om ook Bendy, om de Ink Demon kapot te maken. We gaan een open einde krijgen, hè? We gaan een open einde krijgen, denk ik. Gaan we echt een open einde krijgen? Oh god, wat gaat er gebeuren, jongens? Left mouse. Oh, we moeten bewegen. Oké, sure, we slaan dit allemaal open. Wij zijn geen poot. We negeren toch gewoon al deze monsters. We moeten toch wel bijna bij het einde zijn. Kom op. Het duurt zo lang. Kom op, alsjeblieft. Zeg dat we het hebben gehaald. Ik word zo moe van... Oh my god, nog meer. Need some help? Henry? Henry! Onze redder in nood, Henry! Come on, I found a projector up ahead. Run for it. Oké, go. Open. Zweer het. Daar is het einde. We gaan het doen. Kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, laten we het eindigen. Laten we het eindigen. There we go. Plaats hem maar in. Hetzelfde einde als de vorige game. Bendy! Oké, daar gaan we. Zet het aan. Zet het aan. Daar staat iedereen. Wat gebeurt er? I did it. Voor mij heb ik het gehaald. Oh, we zijn weer in een huisje beland. Wat zal er dan nu gebeuren? Wat gaan we nu zien? Zal de batterij nog uitvallen? My father once told me that just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. Okay, Drew. We're always free to choose. And here, at the very beginning, there's a choice to make. Okay. My father's cartoon world was now mine. To rule, to watch over, and to protect. I can make the cycle more bearable for my friends inside. But as for me, I'm the first of my kind. Dat is waar. Born of ink, but living in flesh. Ew! Joey's world is escaping into ours. So, what's next? Bendy! Who can really say? Oh god, dit was het. Dit was de game. We did it! Ja, we hebben het uitgespeeld, jongens. Ik moet toegeven, het is echt een hele goede game. Het was echt een hele goede game. Langdradig. Ik vond de eerste game beter, maar we did it! Wat vonden jullie van de game? En wat vonden jullie van deze lange video? Laat het achter in de reacties beneden. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende Bendy game. Doei!